Hallo allemaal, welkom bij de zesde staatsexamentraining. Vandaag ga ik weer een casus bespreken. Dit keer is het een casus die ik zelf opgezocht heb. Dit is dus geen casus die via Duo verkregen is. Mocht jij of je docent hem wel graag willen ontvangen, dan kun je dit aangeven in een reactie onder deze video. Ook vandaag herhaal ik kort wat een mondeling examen voor de HAVO zal inhouden. En ik lees de casus voor en zal vragen die bij deze casus passen bespreken. Zoals je in de vorige video gehoord hebt, ga je in plaats van de schoolexamens, zoals deze op de meest reguliere scholen aangeboden worden, een mondeling examen doen. Dit zogenaamde college-examen duurt 40 minuten. Voorafgaande aan deze 40 minuten ga je een casus voorbereiden. Tijdens het examen zullen de eerste 10 minuten gebruikt worden om de casus en de bijbehorende vraag te bespreken. In deze video zal ik hier uitgebreid op ingaan. De overige 30 minuten zullen gebruikt worden om een deel van de overige examenstof te toetsen. Buidelmarter verliest predatorherkenning. Binnen slechts 13 generaties op een predatorvrij eiland verliezen dwergbuidelmarters het gedrag dat hen op het vasteland beschermt tegen predatie van verwilderde katten en dingo's. Dat schrijven Australische onderzoekers 6 juni in Biology Letters. Volgens de biologen kan deze razendsnelle verdwijning van antipredatorgedrag ervoor zorgen dat herintroductie van kwetsbare soorten van een relatief veilige eilandomgeving naar hun originele leefgebied gedoemd is te mislukken. Verhuizingen. In 2003 werden verschillende populaties dwergbuidelmarters, Dasyarus halucatus, verplaatst van het noordelijk territorium in Australië naar nabijgelegen eilanden, die zowel vrij waren van predatoren als van de alom gevreesde invasieve reuzenpad. Op het vasteland decimeert deze zeer giftige pad populaties van inheemse roofdieren, zo ook van de D. halucatu, het kleinste roofbuideldier van Down Under. Maar via de grootschalige verhuizingen zouden herintroducties van de marter de populaties op het vasteland op een dag weer kunnen aanvullen, zo was het idee. Afkeer. Dwergbuidelmarters werden daarom in 2016 weer uitgezet op het vasteland, in het Nationaal Park Kakadu. Alhoewel de dieren getraind waren de giftige reuzenpad te vermijden en hem daarna ook niet meer op het menu hadden staan, was het experiment uiteindelijk een mislukking. Dingo's roeiden de marterpopulatie haast volledig uit. Mogelijk was herkenning en afkeer jegens het roofdier, waarmee ze een geschiedenis van minstens 3500 jaar co-evolutie kennen, niet meer aanwezig in de populatie. Dingovacht. Om dat te testen, vergeleken de biologen het antipredatorgedrag van de in het wild gevangen dwergbuidelmarters afkomstig van het vasteland of van een predator- en paddenvrij eiland, evenals hun in gevangenschap geboren jongen. Ieder individu werd 3 plastic boksen aangeboden met wormen. De eerste box bevatte ook dingovacht, een tweede box de vacht van verwilderde kat en de derde alleen de lekkere hapjes. De marters van het vasteland en hun nakomelingen herkenden de geuren van hun belangrijkste predatoren en vermeden de boksen met de vachten, terwijl de individuen die al minstens 13 generaties op het predatorvrije eiland leefden, hierin geen onderscheid maakten. Herintroducties. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat in de toekomst bij herintroducties rekening moet worden gehouden met het wegvallen van dergelijke herkenningsmechanismen. Kwetsbare soorten verhuizen bij dit soort maatregelen vaak tijdelijk naar gevangenschap, een eiland of andere predatorvrije omgeving. Met de aanname dat het wegvallen van antipredatorgedrag een uiterst langzaam en hierbij irrelevant proces is. Dat blijkt dus in ieder geval bij de dwergbuidelmarter niet het geval. Zorgelijk. Het is een leuk en interessant artikel, zegt Rampal Etienne, evolutiebioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar er valt hier en daar nog wel wat op af te dingen. Zo vermeed de controlegroep bij de eilandmarters de lekkere hapjes zonder predatorgeur veel meer dan de marters van het vasteland. Het zou kunnen dat de marters van het eiland eenvoudigweg niet
van de wormen houden, wat op zich ook een opmerkelijke evolutionaire verandering zou zijn. Maar dat neemt niet weg dat hun respons op predatoren afwezig is. Een zorgelijk resultaat. Geef een paar zinnen aan waar het artikel over gaat. Gebruik je bij de titel. Het artikel Buidelmarter verliest predatorherkenning gaat over een onderzoek dat gedaan is in Australië. Onderzoekers wilden bereiken dat dwergbuidelmarters geen reuzenpadden meer gingen eten. Reuzenpadden zijn namelijk giftig. Om te bekijken of ze dit eetgedrag konden veranderen, werden dwergbuidelmarters op eilanden geplaatst zonder hun natuurlijke vijanden. Verwilderde kat en dingo en zonder reuzenpadden, zodat de dwergbuidelmarters hun verblijf op het eiland zouden overleven. Na herintroductie van de dwergbuidelmarter in Australië bleek dat ze de reuzenpadden ontweken, alleen waren ze ook vergeten wie hun vijanden waren, waardoor de dwergbuidelmarters opgegeten werden door verwilderde katten en dingo's. Onderzoek moest uitwijzen of er door evolutie een verschil ontstaan was tussen de herkenning van vijanden door dwergbuidelmarters op het vasteland en van de eilanden. Vraag 1. Verklaar door middel van de evolutietheorie het verschil in gedrag tussen de dwergbuidelmarters in Australië en de dwergbuidelmarters op de eilanden. Ik ga bij deze vraag in op de verandering van het voedingskeuzegedrag. Om te beginnen ontstaat er variatie doordat de dwergbuidelmarters op de eilanden niet meer in contact kwamen met de giftige reuzenpadden, gingen ze een voorkeur voor andere typen voedsel ontwikkelen. Dwergbuidelmarters die door een mutatie het best aangepast waren om een andere voedingsbron te vinden, hebben hierdoor een selectievoordeel. Ze zijn namelijk sterker dan dwergbuidelmarters die deze aanpassing niet hebben. Hierdoor zal selectie optreden. Vrouwtjes hebben voorkeur voor sterkere mannetjes en zullen dan ook kiezen voor de sterke mannetjes die het best aangepast zijn om ander voedsel te vinden. Door de voorkeur van de vrouwtjes zullen de mannetjes met de beste aanpassing zichzelf het meest voortplanten. Hierdoor zal de eigenschap voor de voorkeur van ander voedsel doorgegeven worden aan de jongen. Er zal uiteindelijk een populatie ontstaan die de voorkeur heeft voor ander voedsel dan de reuzenpad. Het antipredatorgedrag wordt op een later moment in deze presentatie besproken. Vraag 2. Maak een voedselweb van de soorten die beschreven staan in het artikel. Omdat er informatie over de producenten ontbreekt, begin ik met de consumenten van de eerste orde. En hier begin ik dus bij de worm. En om een voedselrelatie aan te geven, zetten we altijd een pijl van het organisme wat gegeten wordt naar degene die het opeet. De worm wordt opgegeten door de dwergbuidelmarter. Maar de dwergbuidelmarter heeft ook nog een andere voedselbron, namelijk de reuzenpad. De reuzenpad wordt dus opgegeten door de dwergbuidelmarter. De dwergbuidelmarter wordt opgegeten door de verwilderde kat. En hij wordt ook opgegeten door de dingo. En dan is onze voedselweb rond. Vraag 3. Beschrijf wat er gebeurt als een van de genoemde soorten wegvalt. Als een van de predatoren van de dwergbuidelmarter weg zou vallen, dan zou de populatie dwergbuidelmarters op het vasteland toenemen. Wanneer de reuzenpad weg zou vallen, zou de populatie dwergbuidelmarters die niet op de eilanden geweest zijn, toenemen. Zij eten de reuzenpadden als voedsel. De reuzenpadden zijn giftig voor hen. Voor de populatie dwergbuidelmarters van de eilanden zal er geen verschil zijn. Zij hebben de reuzenpad van het menu geschrapt. Wanneer de worm weg zou vallen, zou voor de populatie dwergbuidelmarters die niet op de eilanden geweest zijn, een afname plaatsvinden. Zij hebben als voedsel namelijk de voorkeur voor wormen. Voor de populatie dwergbuidelmarters van de eilanden zal er geen verschil te zien zijn. Zij lijken wormen namelijk niet lekker te vinden. Vraag 4. Wat maakt het logisch om de marter te herintroduceren? De overweging om de dwergbuidelmarter eerst te isoleren en daarna weer te herintroduceren was ze ander eetgedrag te laten krijgen. Dit omdat anders de populatie op het vasteland zou uitsterven door het eten van giftige reuzenpadden en predatie door de verwilderde katten en dingo's. De populatie vanaf de eilanden zou namelijk beter aangepast zijn door aan een andere voedselvoorkeur. Door deze variatie in de populatie zou selectie plaatsvinden en zou de dwergbuidelmarters van het eiland, die geen voorkeur hebben voor het eten van giftige reuzenpadden, uiteindelijk meer gaan reproduceren.
Vraag 5. Op welke manier is het antipredatorgedrag ontstaan? Om te beginnen is variatie opgetreden. Doordat de dwergbuidelmarters op het eiland niet meer in aanraking kwamen met de geur van de predatoren, ontstond door mutaties variatie in de populatie. De dwergbuidelmarters die de geur van de predatoren niet herkennen, hebben hier een voordeel van. Zij hoeven namelijk geen vluchtgedrag te vertonen als ze een geur waarnemen die lijkt op de geur van een predator. Hierdoor hebben ze meer energie om bijvoorbeeld voedsel te zoeken. Door dit voordeel zullen dwergbuidelmarters die de geur niet herkennen voordeel hebben aan deze aanpassing om te overleven op het eiland. Omdat ze bijvoorbeeld meer energie hebben om voedsel te zoeken, zullen zij sterker zijn. Vrouwtjes hebben de voorkeur voor sterke mannetjes. Doordat vrouwtjes eerder een sterk mannetje zullen selecteren, zullen er meer nakomelingen komen die de eigenschap van het herkennen van de geur van de predator niet hebben. Hierdoor ontstaan uiteindelijk een populatie die de geur van predatoren niet herkent. Vraag 6. Beschrijf de onderzoeksopzet. Er is onderzoek gedaan met behulp van 4 groepen. Namelijk wilde dwergbuidelmarters van het vasteland, in gevangenschap geboren jongen van de wilde dwergbuidelmarters van het vasteland, wilde dwergbuidelmarters van de predator- en paddenvrije eilanden en in gevangenschap geboren jongen van wilde dwergbuidelmarters van de predatorvrije eilanden. Daarnaast zijn 3 plastic boksen met wormen gebruikt, aangevuld met vacht van de dingo, aangevuld met vacht van de verwilderde kat en een box met alleen wormen. Vraag 7. Wat zijn in het onderzoek beperkende factoren? De keuze van de voedingsbron in de plastic boksen is een beperkende factor. De dwergbuidelmarters van de eilanden lijken niet van wormen te houden. Wanneer meer variatie in voedsel aangeboden zou worden, zou uit het onderzoek een betrouwbaarder resultaat kunnen komen. De voedselvoorkeur zou dan geen rol spelen. Vraag 8. Welke conclusie kunnen we trekken uit het onderzoek? Dwergbuidelmarters die jarenlang geïsoleerd geleefd hebben van predatoren, herkennen de geur van de predatoren niet meer. Het antipredatorgedrag is verdwenen. Nou, dit was hem. Ik hoop dat je er weer wat van geleerd hebt. En tot de volgende!